Edson Braafheid, hoe hebben jullie deze wedstrijd in godsnaam kunnen verliezen? Door de doelpunten niet te maken. Te veel kansen en we maken hem niet. Zij krijgen 3 kansen en ze maken er 2. Is dat dan toch dat jullie vandaag weer met een andere verdediging spelen dan in de voorgaande wedstrijd? Toch even die routine die jullie missen? Want bij die 2-0 ja, stonden er wel erg veel Groningers vrij. Ja goed, we trainen al vanaf de zomer met dit elftal. En we hebben een brede elftal, een brede bank ook. En nou goed, we komen terug van een hele zware wedstrijd uit Rusland. En we hebben genoeg kwaliteit ook op de bank om deze wisselingen door te brengen. Dat wij nu met 3 kansen 2 doelpunten weggeven, wat natuurlijk nergens op slaat. Moeten we gewoon kritisch zijn naar onszelf en dat hebben we gewoon niet goed gedaan. Ik zat op de tribune en zelfs na de 2-0 maakte ik me nog geen zorgen. Ik denk, als je zoveel kansen krijgt, dan gaan er vanzelf ook wel een paar in. Maar dan heb je ook nog Sergio Pat tegenover je. Ja, nou goed, ik denk dat hij tot zover de wedstrijd van het seizoen kipt. Met goede reddingen die hij maakt, natuurlijk. En toch denk ik dat wij een bepaalde scherpte missen vandaag. Je ziet het in de tweede helft, waarbij ik het gevoel had dat we 40 minuten lang de bal hadden. En zij in die 5 minuten 2 kansen creëren, maar die maken ze af. Nou goed, ik kan er genoeg clichés op loslaten. Je verliest hem en dat is gewoon niet goed genoeg. Ze even slikken na de uitschakeling ook in de Europa League. Nu even rust na een vrij hectisch programma. Zijn jullie er ook wel een beetje aan toe, denk je? Nou, dat gaat sowieso ons goed doen. Om eventjes wat rust weer te krijgen in onze koppie. Ik moet wel zeggen, hier doe je het voor als voetballer. Snap je, om zulke wedstrijden te spelen. Europees, nou, zijn we helaas uitgeschakeld afgelopen donderdag. En dan komen we hier en ik denk dat je kan zien hoe ver wij nu al zijn. En dat het op details dan eventjes vandaag niet lukt. Maar goed, ja, het is een excuus. Weet je, je gaat een excuus zoeken. En we spelen ze vandaag, denk ik, 80 minuten lang spelen ze van het matje af. Maar je maakt die doelpunten niet. En dan zit je met 0 punten in de bus straks naar huis. Dat is de harde waarheid. Maar over 2 weken weer thuiswedstrijd en nu even lekker weer op adem komen en dan weer volop, toch? Ja, ik denk dat dit goed voor ons zal zijn. De puntjes op de i te zetten, want je ziet hoe goed we zijn. Dat ziet heel Nederland. Maar goed, wij moeten nu gaan leren om deze wedstrijden, als we die kansen zoveel krijgen, om ze dan ook gewoon af te maken en zakelijk achterin te zijn. En nou, dat zijn puntjes op de i. We zijn aan het begin van het seizoen. Dus we hebben nog een lange weg te gaan. Heb je ook zo genoten van Baaijbek? Hij heeft een goede indruk gemaakt, absoluut. En we hebben een goede spits erbij.